Hoi allemaal, daar ben ik weer. Ik heb vandaag mijn kip meegenomen. Kijk, misschien herkennen jullie haar nog wel van dinsdag. Van dinsdag heb ik jullie woordjes geleerd die gaan over de kip. Want een kip kan een ei leggen, hè? Die had ik lekker 's morgens op mijn brood gegeten. En een kip kan fladderen, kijk, dan gaat ze de vleugeltjes heel snel op en neer bewegen. Dat is fladderen. En een kip kan ook lopen met hele kleine stapjes. Ik zal er even helpen, kijk. Dat heet trippelen. Een kip kan trippelen, lopen met hele kleine stapjes. En als een kip gaat eten, dan gaat ze de zaadjes van de grond pikken. Kijk, dat heet pikken. En nu dacht ik, jullie hebben woordjes geleerd over een kip. Dan ga ik ook een boekje voorlezen over een kip. Kijk. Dit is het boek dat gaat over Florrie. Ze is een beetje onaardig, luister maar. Kip Florrie lijkt een bijzondere kip. Haar veren zijn zo groen als gras. Vaak bekijkt Florrie zichzelf in de spiegel. Juist, zegt ze dan, juist. Ik zie eruit zoals een kip eruit hoort te zien. Zo groen als gras. Maar kip Florrie is niet aardig. Ze is zelfs onaardig. Als ze een andere kip tegenkomt, steekt ze haar snavel hoog in de lucht. Poeh, denkt ze dan, wat een lelijke kip. En soms zegt ze het hardop, wat hebben uw veren een vieze kleur? Of, wat heeft u een lelijke poten? Of, wat bent u grof gebouwd? Eigenlijk is Florrie heel bijzonder, want ze is groen. Zie je wel? Kip Florrie denkt dat ze heel wat is. Ze vindt zichzelf veel beter dan wie ook. Daarom praat ze niet meer met de andere kippen. Ze kijkt ze niet eens aan. Met haar kop hoog in de lucht trippelt ze rond in de ren. De andere kippen vinden Florrie onaardig doen. Ze is toch ook een kip, net als wij, denken ze. Waarom moet een kip groen zijn? Wit kan toch ook mooi zijn? Of bruin of gespikkeld? Zo wordt er heel wat afgekakeld in het kippenhok. Elke kip is anders. Spikkels, wit, bruin en Florrie is groen. Maar Florrie doet alsof ze de andere kippen niet hoort. Opzij, zegt ze, ik moet eten. Met haar scherpe snavel jaagt ze de andere kippen weg. Opstok in het hok, schreeuwt ze, lelijkert. Niemand houdt van Florrie. In het hok schuiven ze ver van haar vandaan. Eigenlijk zijn ze bang voor Florrie. Voor haar scherpe snavel en haar scherpe tong. En Florrie vindt het wel best zo. Kijk, er wil ook niemand naast haar zitten. Ze vinden haar niet aardig. Alleen Harry Haan gaat niet opzij voor Florrie. Hij vindt dat Florrie overdreven doet. Maar onaardig vindt hij haar niet. Hij vindt haar net zo leuk als de andere kippen. Als Jeannie en Els, als Christine en Nel. Voor mij is een kip, denkt Harry. Harry heeft iets slims verzonnen. Hij spreekt de kippen toe. Dames en dames, zegt Harry Haan. Volgende week maandag is de eilegwedstrijd. Wie het mooiste ei legt, is de beste kip. Poeh, denkt Florrie, dat win ik toch? Gelukkig houdt Harry van alle kippen. Hij vindt ze allemaal even mooi. Het is zover. Het is doodstil in het kippenhok. Alle kippen doen hun best om een mooi ei te leggen. Als een scheidsrechter loopt Harry Haan rond. Klaar, tok, 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 kakelt Nel. Ze heeft als eerste een ei gelegd. En spoedig volgen de andere kippen. Tok, 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 tok. Alle eieren zijn gelegd. Harry Haan heeft ze allemaal verzameld.
Hij bekijkt ieder ei nauwkeurig. Ze zijn allemaal hetzelfde, zegt hij. Ik zie geen verschil. Maar Florrie is het niet met hem eens. Nee, kakelt ze, mijn ei is het mooiste. Harry kijkt nu zeer slim. Welk ei heb jij dan gelegd? Vraagt hij aan Florrie. Nou, ik zie geen verschil. Florrie zoekt tussen de eieren. Aarzelt ze. Dit ei? Dat ei? Weet je het zeker? Vraagt Harry. Maar kip Florrie weet het niet zeker. Je hebt ze allemaal door elkaar gegooid, moppert ze. Alle kippen mogen een ei kiezen om uit te broeden. Iedere kip zoekt haar eigen ei, maar niemand kan het vinden. Want Florrie broedt op het ei van Jeannie. En Nel op het ei van Christine, zonder dat ze het van elkaar weten. Als de kuikens geboren zijn, weten ze het nog niet. Pas dan zegt kip Florrie iets verstandigs. Eigenlijk zijn we allemaal gelijk, stottert ze. De andere kippen knikken. He he. En vanaf dat moment is het alleen nog maar gezellig in het kippenhok. Ja, kijk, alle kuikentjes zijn gewoon geel. Je kunt niet meer zien welk kuikentje bij welke mama hoort. Nou, ik hoop dat jullie het een leuk boekje vonden. Tot de volgende keer!